Yo mensen, en tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe vlog. Het is alweer vlog 47 of 48, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar ik dacht van, het is wel weer tijd om een vlog te doen. Waarom ik die kant op keek, ik zag kat. Kunnen we zo meteen ook wel weer doen. Op kattenjacht gaan hier. Dat is wel leuk. Maar eerst ga ik jullie even meenemen, want ik moet nog ontbijten. De oplettende kijker. Ik ga zo ontbijten trouwens, want ik heb net gezegd, maar dat maakt niet uit. De oplettende kijker had natuurlijk al door dat ik niet thuis was. En als je me op Instagram volgt, dan had je ook wel door dat ik niet thuis was. Ik had dat Instagram kunnen opgenomen, ik weet niet waarom. Ja. Voilà. Hij is in de keuken met Tim. Zo meteen gaan we nog op kattenjacht, maar ik ben hier al sinds vorige week vrijdag en ik neem dit nu op donderdag. Ik heb al een kat gevonden hoor. Jongen, kutbest. Zet hem maar neer. Kutbest. Maar deze vlog komt dus op vrijdag online. Als deze vlog... Als deze vlog op vrijdag online komt, dan ben ik dus alweer thuis. Nou, thuis ben ik alweer ergens anders, niet thuis. Maar dat maakt niet uit. Ja, dus dat is eigenlijk de reden van ik hier ben. Alleen zondag ging ik even naar huis en dan mijn paas ging ik vieren met opa. En, nou. Pak even de camera vast. Oh, er was mijn hand erin, maar dat maakt niet uit. Even op zoek. Naar een kat. Hier hebben we een eentje. Ja, die ga je natuurlijk niet zien. Op wat voor ik doe. Ja, die allemaal twee zitten buiten denk ik. Ja, mijn hand kwam net een paar keer in beeld. Kon ik niet heel veel. Is niet heel veel aan te doen. Dus dat laten we ook gewoon zo. Nu gaan we wel even naar buiten lopen. Het is best wel mooi weer namelijk. Eigenlijk niet meteen, maar het was wel mooi weer de afgelopen dagen. Alleen vandaag niet. Geen kat. Hier. Dan gaan we weer naar binnen. Nou, dat is alleen dus die... Ik ben hier heel erg overbelicht, weet ik. Kan ik niks tegen doen, want kijk, nu is het alweer beter. We waren ook YouTube aan het kijken, hè. Dan is dit dus de enige kat die wij op het moment kunnen vinden. Als we nog een andere kat kunnen vinden, dan laten wij dat jullie wel degelijk weten. Ja. Dit is mijn ontbijt. Gewoon een stuk stokbrood. Wel even lekker. Zoals ik net al zei, de afgelopen dagen was het wel mooi weer, alleen vandaag niet. Misschien ben ik wat overbelicht van die kant, maar dat is dan heel erg zo. En ik zie jullie ook denken van, misschien is het ook handig om die kat ooit een keer met rust te laten en zo meteen verder te gaan zoeken. Daar zit de tijd. Maar dat was ik ook al van plan. Want ik en Tim hebben ook heel veel pestpotjes gedaan. Sinds dat ik hier ben, maar liefst... Ja, ik laat jullie wel even uitrekenen. Ik heb er 23 gewonnen en Tim 14. Dus dat zijn maar liefst 37 pestpotjes en dat is veel. Wel in een straal van 6 dagen tijd. Dus ja, maar het is alsnog veel. En je ziet dan ook uit de pestpotjes wie dan de daadwerkelijke betere is. Nou, daadwerkelijk betere. Ik heb ook een keer een potje met 3-0 van Tim verloren. Maar hij ook zoveel potjes van mij verloren. En ik ga zo meteen voor mijn 10e potje verschil proberen te winnen. Ik kan nog wel even kijken of hier ergens een andere kat zie. Ja, daar is er eentje, maar zie je niet op heel veel, maar dat is dezelfde als net. Dus ja, ik... Ga zo meteen maar even verder kijken, denk ik. Flink moeten zoeken,
Maar dan hebben we toch kat nummer 2 uiteindelijk gevonden. Nummer 1 zit daar, oh, je hoofd in de weg. Kerel, nou niet. Nummer 1 is hier. En nou nummer 3 nog. Maar die komt zo wel. Nou ga ik proberen om 24... Ik bedoel, en nou ga ik proberen om voor de 24ste keer van Tim te winnen op PES. Want hij heeft 14 wins, ik heb 23. Dus we gaan ervoor. Ik en Tim hebben net 5 potten gedaan, waarvan hij er 3 heeft gewonnen en ik 2. Dus dan kom je in totaal uit op ik 25 wins, hij 17, want hij had de eerst 14 en ik had de eerst 23. De belichting verandert af en toe, sorry. Dus we hebben in totaal 42 potten gedaan, 17 en ik dus, hij 17 wins, ik 25. Maar we gaan nu eten en ik ga jullie meenemen met wat we gaan eten. Ik, Tim en de rest hebben heerlijk gegeten. Zelfs iets te lekker, want eten was zo lekker. En ik had zo'n erg honger dat ik het gewoon heb opgegeten. Het waren sperrips. Dat was heel lekker. Beetje sla, aardappeltjes, weet je wel, van die gebakken dingen. En dan nog mayo erbij. Was super lekker. En nou gaan we nog even PES doen, want ja, daar staat de PC, dus zie je niet. Op beeld. Ja, nu daar dus. Kan ik niet op beeld krijgen. Maar dat maakt niet uit. We gaan even PES doen. En daarna word ik opgehaald. Zoals je ziet ben ik inmiddels thuisgekomen van Tim. We hebben uiteindelijk 44 potjes PES in totaal gedaan. Ik had er 27 gewonnen. Hij 17. Insane. Maar ik heb het daar heel erg naar mijn zin gehad. Ik hoop ook dat jullie deze vlog tof vonden. Ik was daar ongeveer een weekje. Ik was alleen zondag naar huis gegaan omdat zondag Pasen moest vieren bij opa. Maar ik hoop dat jullie deze vlog tof vonden. Doe een blauw omhoog, een like, abonneer, zet dat belletje aan als je geabonneerd bent. En dan zie ik jullie woensdag gewoon terug bij gloednieuw vlog. En zeg nog een keertje. En dan zie ik jullie woensdag gewoon weer terug bij een gloednieuwe video. En dan zeg ik zoals altijd, de groeten.